Deelnemers, start vrij. We gaan monteren, dames en heren, in de Wevers Nieuwstad. De Bok is losprijs. 9 paarden zonderdag, entertain you. En die gaan zich nu opstellen voor de start. Komen zo dadelijk de baan in. De ogen zijn gericht op het Duitse geweld in het tweede band. De geweldige Gerry. Het is een eer om hier vandaag aan de start te hebben. 14 jaar inmiddels, een absolute Monté-kampioen. En kan hij het nog? We gaan het antwoord snel krijgen. Ze is in ieder geval goed gestart. Maar niet zo goed als aan de binnenzijde. Gabor Reis en aan de buitenzijde de opkomende nummer 4, Ichira Okira. Een matige start was er voor Johnny B. Good. Dat zijn we totaal niet gewend van Suzanne Wierijk. Die verwacht je altijd aan kop van het veld. Want daar is ze heel handig in. Maar nu zal ze het toch echt op eigen kracht moeten doen. Met Gerry bijvoorbeeld al bijder. En ook Fiobano is al aangesloten bij Johnny B. Good. Dat maakt het geheel niet makkelijker. En de deelnemers gaan dan op weg naar de overkant van de baan met Vanai Scott en Nikita Menger die de leiding overnemen van een thans foutieve Ichira Okina. Maar die valt er ook weer heel snel voor. Het was een huppeltje, meer was het niet. Dan een gat van 2,5 lengte naar Gabor Reis. 3 lengte daarachter gaat van de benen Covergirl. En die wordt binnendoor gepasseerd door de opkomende Johnny B. Good. Die krijgt Gerry achter zich aan. Dan is het Fiobano. En daarachter dan op een paar lengte Jordi. En achter Jordi hebben we dan nog op een lengte of 4 Elisa Damour. Een uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Oké. Okay. Een heel lang gerekt veld gaat op weg naar de verre linkerbocht. En het is Nikita Menger die met haar nummer 6 van Ice Scott het tempo mag bepalen. Heeft een lengte of 2,5 op Ichira Okina op de tweede plaats. En daarachter komt Johnny B. Good inmiddels voorzichtig naar het tweede spoor. Krijgt zo dadelijk achter zich aan Gerry. En achter Gerry maakt ook Fiobano nog een prima indruk. En ook Gabor Reis ligt daar nog goed erbij. En dat zijn denk ik wel de paarden die hier de prijzen onderling gaan verdelen. Als we zo dadelijk nog 1 ronde af gaan leggen in de Wevers Nieuwstad. De Bok is losprijs. En er komt een reactie in het veld. Maar vooral van de koploper, want Nikita Menger die geeft er nog een keer een versnelling uit. Gooit er een versnelling uit en pakt nu 3 lengte voorsprong. Ichira Okina op de tweede plaats. Aan de buitenzijde Johnny B. Good en daarachter dan Gerry. En achter Gerry is het Fiobano voor Gabor Reis en Elisa Damour. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan. Dat doen ze voor de laatste maal met nog altijd als een groot vorst aan de leiding van Ice Scott. Heeft 2,5 lengte. Het worden de 3, het worden de 4. En hij is er vandoor. Op de tweede plaats Ichira Okina. Die zet de tanden nog een keer op elkaar. Daarachter is het dan Johnny B. Good. En achter Johnny B. Good is het wachten op de aanval van Gerry. Misschien ook wel op die van Fiobano. Maar Nikita Menger gaat er absoluut niet op zitten wachten. En die is inmiddels uitgeschakeld nummer 7, galoppen onregelmatig. Wierijk ziet een heel klein gaatje en duikt erin met Johnny B. Good. Komt binnendoor naar voren bij Ichira Okina. En maakt ook wel een beetje treinwinst op de koploper. Dat is nog altijd Fedai Scott. Op de tweede plaats nu Johnny B. Good. En achter Johnny B. Good in derde stelling. Is het dan aan de buitenzijde Ichira Okina? Dan is het Gerry die in 1 tempo doorloopt, maar nog niet heeft kunnen versnellen. Geldt ook voor Fiobano, maar de voorsprong van de koploper, die loopt wel terug. En het is aan de binnenzijde nog altijd Vanai Scott. Op een lengte daarachter is het dan die Johnny B. Good. Vanai Scott, Johnny B. Good in een geweldige tweestrijd. En Johnny B. Good probeert het nog wel aan de buitenkant, maar Vanai Scott die stampt voor ons nog lekker door. Het is Johnny aan de binnenzijde Vanai Scott die het nog heel gemakkelijk gaat winnen. Voor de plaatsen wordt het spannender met Johnny B. Good die moe wordt en Ichira Okina die nog een keer terugvecht. Vanai Scott van de 6, benen. 6. Mooi. Oei, wat een drama. Het is toch gewoon Johnny B. Good dan. En op de tweede plaats Ichira Okina. Of omgekeerd. De aankomstrechter heeft het laatste woord. En wat moet die Fiobano gelopen hebben dan? Dat is de geweldige derde. En jemig, dat was een sneuje. Voor Nikita, voor Vanai Racing. Want die hadden ze in de tas met Vanai Scott. Maar het mag niet zo zijn. Ja, en dan is Suster als de kippen bij natuurlijk. Geweldige tweede, Ichira Okina. En op de derde plaats...